Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Rizzi en vandaag gaan we het hebben over de wintertransfers die mogelijk kunnen plaatsvinden in de komende transferperiode in januari. En dan gaan we direct over naar de eerste. Het zijn allemaal geruchten trouwens, het is nog niet allemaal bevestigd, dus niet allemaal denken van wow, shit. Nee, het is nog niet allemaal bevestigd, het is gewoon om jullie even te tonen. De eerste is Axel Witsel, de Belg met de mooie afro, ja. Zou zogezegd van Zenit Sint-Petersburg naar Juventus gaan, dat zou er dan zo uitzien. Ja, het zou echt een nice card zijn. Het staat daar dan tussen Khedira en Marquisio en nog andere samengelinkt met Dybala. Het zou nog wel een nice teampie worden. Het tweede is slecht nieuws voor de Arsenal fans. Dat is namelijk Aaron Ramsey. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die zou naar Real Madrid gaan voor maar liefst 29,5 miljoen. Dat is niet zoveel, maar het zou wel goed zijn voor Real Madrid. Ik ben zelf niet voor Real Madrid. Ik ben voor FC Barcelona. Maar het zou wel goed zijn voor hun middenveld. Ik ben vergeten de kaart te tonen. Dit is de kaart. Dan heb je daar James Rodriguez, Toni Kroos, Modric en Aaron Ramsey zou eigenlijk super nice passen. Ook als je hem dan op rechts central mid zet, dan is hij goed gelinkt met Bale. Zou echt nice zijn. De derde is iemand dat momenteel super goed aan het spelen is in de Premier League, vind ik. Hij heeft ook al een vorm gehad. Het is namelijk Victor Moses. Zou misschien gaan naar Barcelona. Het zou een perfecte aanwinst zijn voor Barcelona. Want ze zijn momenteel niet zo goed bezig tegen de kleine ploegen in de Liga BBVA of ja, nu Liga Santander. Zijn ze een beetje punten aan het verliezen waardoor Real Madrid alleen op kop staat en dat is niet zo goed. Dus Victor Moses zou een goede aanwinst zijn. Waar dat ze hem kunnen zetten, weet ik niet. De kaart zou zo uitzien. Met Barcelona logootje is het echt zeer mooi. De vierde van vandaag, Dimitri Payet, zou zogezegd van West Ham United naar Manchester United willen gaan. José Mourinho heeft gezegd dat hij veel interesse heeft in de linksmidden van West Ham United. Hij zegt dat het een goede aanwinst zou zijn op linksmidden. Dat zou er dan zo uitzien. Naast Pogba zou echt perfect zijn. Naast Pogba en dan links vooraan Martial en dan nog Ibrahimovic. Als vijfde van vandaag hebben we niemand minder dan... Inderdaad, Antoine Griezmann zou op weg zijn van Atletico naar Man United of naar Man City. De twee ploegen uit Manchester hebben interesse in hem. En hij zou dan voor een bedrag van namelijk 83,4 miljoen getransfereerd worden. Het zou ook weer een nice aanwinst zijn, zeker voor Man City. Naast Aguero in plaats van Iheanacho, want die is snel, maar die vind ik niet zo goed. Als zesde van vandaag hebben we niemand minder dan Neymar Jr. Hij zou op weg zijn van Barcelona naar Man United voor, hou je vast aan takken van de bomen, voor 215 miljoen euro's. Ja, ja, 215 miljoen euro. Manchester United wil er superveel aanwinsten bij halen om zeker te zijn, om zeker te zijn dat ze de Premier League gaan winnen. Want José Mourinho heeft zijn zinnen daarop gezet, hij wil de Premier League winnen. En als laatste, wat niemand gaat geloven, Manchester City gaat een bod voorbereiden van 239 miljoen euro. Allee, in Engeland is dat pond, dus 239 miljoen pond voor niemand minder dan de mooie blondharige met de rosse baard. Ha! Gay! Ja, ja, het is Lionel Messi. Man City wil Lionel Messi binnenhalen. Ik denk zelf niet dat het gaat lukken, maar het zou echt wel cool zijn. Lionel Messi daar rechts voor. Het zou echt met de bruine, wow, het zou echt perfect zijn. Als jullie deze video leuk vonden, smash dat duimpje omhoog. Klik hier voor te abonneren en klik hier voor de vorige video. En laat ook weten of je een nieuwe wintertransfer wilt, dan zoek ik er wat nieuwe uit. En dan maak ik een nieuwe video voor jullie. Ciao, ciao.